De samenleving moet de oproep om zich te laten vaccineren tegen het COVID-19-virus niet verkeerd opvatten. Dit zei het staatshoofd vanmiddag tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Santokki reageerde op een opmerking van assembleelid Melvin Bouva. Die stelde dat de president een verkeerd signaal geeft door te stellen dat gevaccineerden geen andere mensen kunnen besmetten. Wat ik benadruk heb, dat wij als regering gevaccineerd zijn. En daar wil ik aangeven dat we de lead nemen in het vaccineren. En ik oproep doe, laat iedereen zich vaccineren. Maar dat personen andere dingen daaraan gaan koppelen. En dat is precies die waarschuwing ik probeer te geven, meneer de voorzitter. Dat COVID-virus geen onderscheid maakt tussen coalitie en oppositie. En dat we geen politiek moeten komen bedrijven. Met zaken die niet gewenst zijn op dit moment. Ik had juist verwacht een oproep. Volk van Suriname, komt u, gaat u vaccineren. Partijgenoten, komt u, laat u vaccineren. Er zijn mobiele stations, dat had ik verwacht. Dat verwacht ik, meneer voorzitter, nogmaals. Laat me geen verkeerde vertaling geven. Het staatshoofd zegt dat de oproep vanuit de autoriteiten bedoeld is om de samenleving erop te attenderen dat er een oplossing is om uit de COVID-pandemie te geraken. Santokki zegt dat de intentie is dat de regering het voorbeeld geeft door zich als een van de eerste groepen te laten vaccineren tegen het dodelijke virus. Hiermee moeten de ministers, het staatshoofd en de vicepresident juist meer zekerheid geven aan de samenleving om niet te twijfelen aan de inenting, meent Santokki.